Corona en de Theodicee-vraag. In het redactioneel commentaar van het Revocatorisch Dagblad stond een paar dagen geleden wel iets heel interessants te lezen. Namelijk dat corona de schuld zou zijn van God. Zij schreven: Christenen beleiden dat ziekte en gezondheid niet toevallig hun overkomt corona is een middel in gods hand. En zo begint de eindredactie verder te praten over abortus en euthanasie en genderideologie en dat iets te maken zou kunnen hebben met corona. Nou, dat laat ik allemaal even zitten, maar wat je natuurlijk wel hier ziet, is dat als er zo'n enorme ramp plaatsvindt, dus de corona, de pandemie, dat gelovige mensen, dat christenen zich af gaan vragen, heeft dat iets met God te maken? Kan God hier iets aan doen? Kan God dit niet tegenhouden? Waarom bestaat het kwaad in deze wereld? God is toch onmachtig? God is toch goedwillend? God wil toch het goede? Waarom houdt hij deze ellende niet tegen? En dat wordt in de christelijke geschiedenis, wordt het theodicee-vraag genoemd. De dus theodicee-vraag is al heel oud. Komt in het Bijbelboek Job voor. Hè? Job die aan God vraagt waarom overkomt al die, uh, deze ellende mij. Ik ben toch niet onrechtvaardig. Uh, het komt bij Boetius voor. De Latijnse filosoof. Die heeft het over si deus est unde malum. Als God bestaat waaronder het kwaad. David Jung praat over If God is willing but not able to prevent evil. He is impotent. If he is able but not willing. He is malevolent. Zo. So, het komt overal in de geschiedenis voor. Een belangrijk moment daarin was de aardbeving in 1755 in het Portugese Lissabon. En s ochtends om 9 uur 40 werd op het hoogfeest van alle heilige notenbenen, werd de stad door een enorme aardbeving, een tsunami, aardbeving in de zee, tsunami, vloedgolf, werd de stad overspoeld met honderden duizenden doden en ongelooflijke materiële schade. En ja, vooral heel veel mensen die daar trouw op het hoogfeest van Allerheilige in de kerk zaten, ja, die werden vooral getroffen. Nou, en dat deden weer een heel aantal filosofen van de verlichting, waaronder Voltaire bijvoorbeeld, zich afvragen van ja, als God dit soort rampen, benen op zo'n hoogfeest, benen bij christenen die braaf in de kerk zitten, als God dan de ellende niet tegenhoudt, wat voor een God zitten we dan eigenlijk naar te kijken? In de christelijke geschiedenis zijn er een heel aantal antwoorden gegeven op die theodische vraag. Je hebt, uh, wat ze dan Irenaïsche theorieën noemen, genoemd naar Irenaeus van Lyon. En, en die theorieën proberen eigenlijk het kwaad te excuseren. Die zeggen, ja, er is kwaad, er is lijden in de wereld, maar mensen moeten er iets van leren. Het is een, een test voor de standvastigheid van je geloof. Het is misschien wel kwaad, maar het is ergens anders goed voor, alleen dat kennen we, dat snappen we nu nog niet. Heb je de tweede soort van, van verdediging van God? Dat is de Augustijnse verdediging. Genoemd naar Augustinus van Hippo. En die excuseert God. Die zegt: God kan niks aan het kwaad doen. Dat is een consequentie van de vrije wil van de mensen. Wij mensen kunnen ervoor kiezen om slechte dingen te doen. En eh, God kan daar niks aan doen. God laat ons alleen maar vrij. Je snapt natuurlijk wel dat die tweede theorie vooral goed werkt bij moreel kwaad. Als we elkaar kwaad doen. Maar ja, zo'n coronavirus of dat. Met menselijke bemoeienis te maken heeft, dat wordt nog wel eens een beetje over gediscussieerd. Maar eh, oké, okay, dat is de Augustijnse. Dan heb je andere manieren van verdediging. Bijvoorbeeld die van de procestheologie, die zegt: God is een voortdurend zichzelf in de menselijke geschiedenis ontvouwend proces. En heeft als zodanig daar geen controle over. Of je hebt cruciforme theodicees, die zeggen: God leidt samen met de mensen. God leidt in mensen. Wat, hè, wat Herman Vinkers wel in tv-programma's gezegd hebben, God heeft ook corona. En je hebt natuurlijk de anti-theodicees, voornamelijk opgekomen uh, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, na Auschwitz, als God zulke ellende toestaat, hè, als in de Tweede Wereldoorlog, als de nazi-vernietigingskampen, dan kan die überhaupt niet bestaan. De klassieke, Ireneïsche en Augustijnse theodicees, die laten God almachtig zijn. De god van de procestheologie van de cruciforme Theodicee, die, ja, die knabbelen wat af van Gods almacht. Hè? God ontwikkelt zich samen met ons, God ontwikkelt zich met ons mee. Um, en natuurlijk in die derde vorm, antitheodicee, ja, dan eigenlijk bestaat God dan niet meer. Want als God dit toelaat, dan, 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 kan, die niet, dan kan die eigenlijk niet bestaan. Theodicee is een van de meest lastige onderwerpen in de christelijke theologie, in de katholieke theologie. En er is eigenlijk geen een goed antwoord op te geven, hè? want je kan allemaal prachtige theoretische uh, verhalen houden. Maar zet maar eens een concreet leidende mens neer die zijn kind verloren is in de aardbeving. of die de moeder kwijt is door de coronacrisis. en probeer dan maar eens met zo'n uh, abstracte voorstelling te komen. En het spat, het spat uit elkaar op een concreet leidende mens. In ieder geval na deze coronacrisis. We zien dat we wat dit betreft nog steeds niet uitgedacht zijn. En dat we ook als theologen moeten proberen om zoiets als de coronacrisis een plek te geven binnen onze theologie. En dat zal de komende jaren moeten gebeuren. Ik dank iedereen voor de aandacht en blijf gezond.